om iets meer te spelen met je ritme. Dus dat je dus niet probeert alleen maar rustig te stappen, maar ook een keer gaat zeggen van nou, ik probeer de stap een keer wat actiever te maken, alsof ik een paar passen richting middenstap zou willen rijden. Dus dat je dan probeert eigenlijk al in de losstap al iets meer met de impuls te gaan spelen. Meer te proberen te activeren. Ja. Dat is niet erg. Altijd de grens opzoeken, dat is goed. Kijk, dat is mooi. Heel goed daar. Nou, en dan, hè, kijk, als je dat gevoel hebt van, hè, ik kan echt meer daar tegenaan rijden en ook wat meer naar voren rijden, dan proberen we eens een keer inderdaad heel klein te zetten in de stap, een paar passen. Maar dus echt zo klein alsof je eigenlijk bijna naar het halthouder rijdt, dat hij bijna niet meer vooruit gaat. Dat je dus dat hij bijna blijft stappen op de plaats. Dat idee. Dus dat maakt nog kleiner, want dan gaat eigenlijk nog te hard vooruit nu. Ja, probeer maar. Ja, goed. Heel goed. Super. En weer netjes naar voren. Keurig. Dan voelde je al dat hij een klein beetje spanning maakte. Dat is iets had van, hé. Hey, dat is iets meer wat ik normaal gewend ben. Kijk, dat is netjes. Heel mooi. En dan doe je dat straks nog een keertje. En weer een keer zo'n paar pasjes. Het is echt dat je hem bijna in de, ja, dus bijna wilt halt houden, maar toch dat hij bijna niet vooruit komt, maar toch de stap kan houden. Dus alles zijn dat maar 3-4 pasjes. Dus net even, ja, netjes. Dat was 1 pas. Maar nou kijk of je er 2 van kan maken. Ja, klein beetje meer buitenkant. Iets meer buitenhand, buitenbeen. Dat hij niet daar opzij gaat. Want dan denkt hij van, dat is makkelijker. Ja, goed gedaan. Ja, zo, ja. Perfect. Voel je dat? Ja. Wordt hij ook als het goed is? Ja, misschien dat een beetje spannend aanvoelt, maar hij wordt dan wel wat ronder van in zijn rug. En dat moet hij ook. Hij moet uiteindelijk ook, hè. Hij moet, hè? Die paarden kunnen heel rond en heel makkelijk rond in de nek lopen. En zelfs, hè, het probleem is ook af en toe wel dat ze te eng worden. Maar gaat hij wat meer in zijn lijf rond worden en ook wat meer met zijn rug omhoog lopen, dan krijg je ook vanzelf ook wat meer lengte in de nek. Dat is mooi. Nou, misschien straks, dat is goed zo. Denk heel goed aan de buitenkant als je die wending rijdt. Dat hij dan net niet met zijn impuls over de buitenkant wegvalt. Dat hij hem heel klein beetje op die buitenhand kan zetten, klein beetje buitenbeen erbij kan houden. Daar weer proberen een pasje terug te laten komen. Mag je gewoon heel, ja. Klein beetje buitenhand, heel goed gedaan. Denk aan de buitenkant, ja, netjes. Heel mooi. Ja, kijk eens aan. En weer rustig weer naar voren. Het is alleen maar even dat gevoel hebben. Ja. Heel mooi. Nou, rijd het nou maar eens een keer zo mooi vooruit en eraf. Ja. Kijk, dat is mooi rustig. En ook zo rustig houden. Ja, dus ook al voelt het allemaal nog iets wat snel of wat klein aan, laat hem gewoon even daar netjes, mooi zo'n rondje dragen. Heel goed. Jullie hebben hard geoefend. Ja hoor. Sta er van te kijken. Nou, gaat het goed. Ja, mooi. Niet harder. Oh, ja, perfect. Super. Heel goed. Mooi, zo relaxed houden. Dus kijk of je hem af en toe iets rechter in de nek kan houden. Dus dat je dus wel de buiging in zijn lijf kan houden, maar niet te veel buiging in de nek probeert te rijden. Zeker op dat stukje. Kijk, want hij probeert toch altijd, hè, het liefst ietsje zo naar buiten weg te vallen. Dus als hij dat doet, laat hem maar eens wat nageven op die buitenteugel. Gewoon dat je, ja, perfect, dat stukje. Dat, als je dan zo'n volt rijdt, als je dan, hè, die wending rijdt, dat je hem ook op dezelfde manier op je buitenteugel. Ja, goed zo, dat geeft niks. Mooi gedaan. Voelt even een beetje komisch aan, want dan denk je dat hij dan naar binnen valt. Maar dat doet hij niet. Hij wordt eigenlijk, gaat hij daar beter in het spoor lopen. Ja, dus wat hij graag wil, is elke keer naar buiten wegvallen. Doet hij in de hoek ook een ietsje. Dus het is elke keer even checken, elke keer even controleren van kan ik hem op mijn buitenteugel ietsje meer laten nageven.
Mooi. Dat hij niet zoveel naar buiten wegvalt. Dat hij rechter wordt. Nog maar een keer de hoefslag volgen. Kijk, dat is goed. En dan blijft hij controle houden over deze snelheid. Lekker zo rustig houden. Dat hij mooi zijn pasjes kan afmaken. Dat je diep, ja, heel mooi daar. Meteen maar een keer diagonaal van hand veranderen. Kijk, dat is netjes. Ja, dus heel voorzichtig bijdrijven, dat hij niet langzamer gaat. En dat is heel mooi recht. Ietsje nageven op je rechter teugel daar weer. Ja, geeft niks, geeft niks. Dus eigenlijk als je daar iets meer ontspant en een klein beetje corrigeert met je been, ja, dan heb je meer effect dan dat je hem te veel op de voorkant probeert recht te maken. Ja, dat is mooi. Houd hem zo klein. Laat hem daar mooi zo wachten. Zo daar laten wachten. Heel goed. Dan mag hem op de rechterhand, mag hij voor mij wel wat meer buigen. Dat is, hè, wat we een klein beetje zien is dat hij dus op de rechterteugel minder nagevelijk is dan op je linkerteugel. Dus dan mag je hem daar, ja, keurig, ja, die buigen. Heel goed. En dan voel je wel, als je meer gaat buigen, dat hij denkt van, oh, gaan we een schouder voorlopen? Dus wat je dan doet, is hou je buitenbeen maar wat meer naar achteren, alsof je travers zou willen rijden. Ja, dat hij misschien een keertje naar binnen komt met de achterhand. Oké, dat vind ik niet zo... Ja, keurig, daar ja. Dus als jij het gevoel hebt dat hij heel lichtjes travers loopt en meer nageeft op de rechterteugel, dan heb je hem op de goede plek in het losrijden. Ook nu, ook in de hoeken. Durf hem gewoon maar ietsje travers te rijden. Ja, iets meer. Ja, daar. Ja, zo. Heel goed. Alleen, ook als je dan hier in de wending rijdt, ook als je door de hoeken rijdt, dan zou je buitenbeen gewoon iets meer terug. Daar. Zo probeer te houden. Ja, super. Zo houden. En dan een klein beetje voorwaarts. Dus niet verliezen in die buiging. Niet verliezen dat hij dan, hè, iets daar naar binnen moet blijven met zijn achterhand. Want dan moet je gewoon leren en, hè, beter nageven op je rechterteugel en weer in het spoor gaan lopen. Zo, ja. En dan perfect. Zo houden. Kijk eens aan. Heel goed. En dan durf je handen iets meer bij elkaar te zetten. Dat je niet te veel de balans gaat zoeken door je handen meer uit elkaar te zetten, maar de handen meer bij elkaar. Ja, netjes. Binnenkant, achterkant erbinnen. Heel goed gedaan. Ja. Juist. Kijk, dat moet hij doen. Daar moet hij lopen. Dat vind ik niet erg als hij af en toe te veel naar binnen komt met zijn kont. Maar hij moet echt meer gebogen op die rechterhand gaan lopen en niet naar buiten wegvallen met zijn achterhand. Heel mooi. We hebben straks een keer weer een mooie grote volte. Een grote volte gaan rijden. Een cirkel. Mooie grote cirkel. En blijf dat travers erin houden. Dus, hè? Ik vind het niet erg als hij af en toe iets te veel naar binnen komt met zijn kont. Als jij denkt van, nou, volgens mij loopt hij dan zo krom als een hoepel. Dan zit je op het goede spoor. Ja, dat geeft niks. Goed gedaan. Het is net iets zachter worden aan de voorkant. En echt durven te corrigeren aan de achterkant. Ga niet te veel corrigeren aan de voorkant. Want dan krijg je die slinger in het midden. Dan voel je dat hij eruit wil breken. Dat hij zoiets hebt van, ja, nee, ik wil hier niet lopen. Ik wil naar buiten wegvallen. Ja, dat is beter. Om durf er toe te staan, toestaan. Buitenkant, achterkant. Achterkant erbinnen. Ja, daar. Handen mooi bij elkaar houden. Heel goed. Nou, die buiging erin. Ja, super. Wat je nou doet, dat moet je in het midden van de bak doen. En dan heel geleidelijk aan voor, dat is mooi. Voorwaartse. Heel geleidelijk aan voor. Ja, super. Ja, daar ja. Je voelt hem denken, hè? Ja. Hij denkt, oeh, dat is wel iets moeilijker. Keuren. Het is gewoon, ja. Blijf travers rijden op rechts. Dat hij niet uit kan zwaaien met de achterhand.
dat hij meer gebogen gaat lopen op die rechte teugel. Ja, heel mooi. Bij de volte maar wat kleiner. Doe maar rustig die volte keer zo wat sluiten. En dan, als je die volte gaat sluiten, dan ga je hem ook meer sluiten met de achterkant naar binnen. Dan dat je hem in de schouder of aan de voorkant naar binnen gaat sturen. Denk maar gewoon dat hij af en toe een pasje opzij moet voor je buitenbeen. Dat je niet aan het duwen bent, maar dat je gewoon kan zeggen, ja, daar. Dat hij een veel mooier cirkel moet gaan lopen. Kijk. Nou, dus kijk uit dat je niet te veel duwt, want anders dan krijg je kramp in je buitenbeen. Probeer te zorgen dat hij reageert op je buitenbeen. Ja, daar. Ja, daar. Kijk eens aan. Heel goed. Heel goed. Ja, dat geeft niks. Kijk wel uit, of als je je benen achteren legt, dat je wel je been lang blijft maken, want anders zit je tegen je gebrakje aan te rijden. Ja, goed gereden, goed gereden, goed gereden. Nou, een paar pasjes voorwaarts. Rijd er maar eens een paar pasjes, alsof je denkt van nou, ik zou een middentrap willen rijden. Dat doe je niet. Maar gewoon, ja, dat is al zat, dat is al zat. En dan weer even weer ontspannen, weer ontspannen, weer ontspannen, weer ontspannen, weer ontspannen. Dit is heel goed. Dit is heel goed. En dan weer heel veel geleidelijk aan. Weer ietsje naar voren rijden. Ietsje voorwaarts rijden. Ja, super. Super. En weer ontspannen, maar een paar passen. Dus eigenlijk op het moment dat je hem voorwaarts gaat draven, een paar passen, ben je meteen al mee bezig om hem weer te laten nageven en weer ontspannen dat hij weer terug mag komen. Ja, goed. Heel mooi dat stukje. Ja, dat geeft niks. Af en toe wat zachter worden met je linker teugel. Als hij zo naar buiten wilt uitzwaaien, probeer maar eens wat lichter te worden met... Ja, mooi. Iets lichter worden met die buitenkant. Licht worden met de buitenkant. Buitenbeen, buitenbeen, buitenbeen. Licht met de binnenkant, buitenkant. Lichter. Ja. Voel je? Net iets te veel buitenteugel. Dus die buitenteugel moet er wel bij zijn. Die weerstand moet daar zijn. Maar je moet hem net niet blokkeren op die buitenteugel. Want dat maakt hem juist van, oh, ik kan daar niet weg. Dan val ik maar naar buiten. Kijk, dat is mooi. Heel goed. Buitenkant iets ontspannen. Ja, super. En dan wat iets meer been. Iets meer naar voren weer. Lijn de volte ook weer geleidelijk aan wat groter. Heel geleidelijk aan weer wat groter maken. Teugel misschien ietsje korter, dat je niet te veel zakt in de hals. Zo ja, gewoon af en toe toestaan. Af en toe, zoals daardoor, klein beetje toestaan en aan de achterkant corrigeren. Nou, juist. Ja, goed zo, daar. Dus niet dat je maar de voorkant probeert op de plek te zetten, maar juist die achterkant. Op de plek zetten. Hoefslag weer volgen. Dat is mooi. Kijk, daar moet je hem zien te houden. Denk een klein beetje aan je rechter elleboog, dat hij meer in de zij blijft. Zo ja. En dan straks weer een keer een woord van hand veranderen. En dan af en toe een klein beetje meenemen, dat je dus een pasje voorwaarts gaat rijden. Dat hij dus iets meer naar de verruiming mag komen. Maar het is alleen maar, je vraagt het pasje vooruit en je ontspant hem alweer. Dat is mooi. En nog een keer, weer vooruit. Ja, heel goed. Dat is al zat. Kijk, want hij denkt van, hé, ik mag een aanloop nemen. Nee, hij moet geen aanloop nemen. Nee, als je hem naar voren rijdt, dan moet hij eigenlijk meteen een pas verruimen. En geen aanloop nemen om daarna misschien een keer een verruiming te pakken. Netjes. Zo, ja, daar, heel mooi gereden. Proberen af en toe weer het gevoel te... Ja, kijk, dat is al meer dan genoeg, meer dan genoeg, meer dan genoeg. Niet te lang, niet te veel, niet te veel. Super, super. Zo, ja, en dan weer een keer weer terug op de grote volte. En dan die grote volte dan nog een keertje weer zo geleidelijk aan proberen te sluiten. Maar blijf ook als je die grote volte rijdt en als je de volte gaat sluiten... Dat je iedere keer weer een pasje meer vooruit probeert te rijden en daardoor corrigeren vanuit de achterhand.
Nou, dus als je voelt dat hij naar buiten weg zwaait, nou, dan denk jij maar gewoon, nou ja, dan rijd ik maar een beetje travers. Nou, dan zet ik de achterkant eerst op de plek en dan kan ik de voorkant, mooi, de voorkant meenemen. Ja, netjes. Heel goed. Heel goed. Ja, daar. Kijk eens aan, kijk eens aan. Netjes die volte, zo ja. Mag zelfs nog meer voor je gevoel met de achterhanden binnen. Ja, ja, ja. Juist. Ja, super. Hij vindt het heel zwaar. Hij maakt veel geluid nu. Super hoor. Maak hem maar weer groter die volte. Maar blijf de achterkanten binnen houden. Dus hij mag met de schouder, ja, schouder gewoon rechter vooruit rijden. Kijk, dat is goed. Heel goed. En zo weer een mooie lange zijde volgen. Heel een stuk beter. Klein beetje de teugel op maat maken weer. Dat wordt steeds beter, de impuls wordt beter, de pasjes worden beter. Dus de teugel moet ook meer op maat komen, dat hij mooi omhoog gaat komen aan de voorkant. Want ja, dat je op die manier ook het paard kan laten klimmen. Heel goed. Kijk eens aan. En dan weer proberen, voorzichtig een pasje, weer voorwaarts. Ja, zo. Ja, netjes. En mooi ontspannen aan de voorkant. Dus hè, probeer iedere keer toch wel ietsje naar voren te gaan met de hand. Dat je een klein beetje meer ruimte geeft. Dat hij nog wat meer losser in die schouders kan gaan lopen. Dat hij nog meer uit die schouder kan draven. Mooi hoor. Straks weer naar de andere hand toe rijden. Let op de teugellengte. Hou de teugel op maat. Ja, en mooi naar voren. Heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Kijk eens aan, super. Dan komt hij toch al stiekem al iets meer van de bodem, hè? Ja, dan komt vanzelf al. Dus allemaal sterker maken en nog meer over die rug proberen te krijgen. En het is alleen maar het gevoel dat je vooruit kan rijden en dan meteen weer opvangen, nageven. Het zijn alleen maar de pasjes die je probeert eruit te krijgen en niet hè, een aanloop nemen. Je moet echt leren als jij been... Juist, juist. Kijk eens aan, heel goed. Ik zou bijna zeggen, nou zou je al iets voorwaartser dat erin kunnen houden. Als jij zo vooruit rijdt en je merkt dat hij je goed laat zitten en hij neemt je mooi mee, hij wordt inderdaad hè, kwalitatief stukken beter nu, dan probeer je eigenlijk mooi zo vooruit te blijven rijden. Dus dan hoef je hem niet meer zo klein en niet meer zoveel terug te laten komen. Ja, daar. Juist. Ja, super. Heel goed gedaan. Goed gedaan, goed gedaan. Netjes. Heel mooi gereden. Weer een grote volte. En dan let op de achterkant. Corrigeer. Ja, goed zo, goed zo, goed zo. Niet bedankt, niet bang zijn. Dat was perfect. Dat was heel erg goed. Veel beter. Veel beter, maar nou iets voorwaarts houden. Nou, proberen eigenlijk gas te geven zonder dat hij wegrent. Of iets opener zijn aan de voorkant, iets meer laten lopen nou. Ja, 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 daar ja, daar ja. Heel mooi, heel mooi. Hou dat erin, hou dat erin. Kijk eens aan, heel goed. Heel goed. Die ruimte, iets meer ruimte aan de voorkant durven te geven. En dat is de buiging. Nou hou je hem in het spoor. Netjes. Mooi gereden. Rijd hem maar een keer naar de galop. Zo ja. En dan nog steeds denken met je buitenbeen dat je die achterhand daar iets naar binnen zou willen. Rijden. Ja, netjes. Ook weer lucht. Hè. Probeer lucht te geven. Dus hou niet te veel tegen. Probeer hem gewoon na te laten geven en ontspannen in die hand. Nou, ja, goed zo, goed zo, goed zo, goed zo.
Dan voelt het voelt een beetje aan dat hij uit elkaar valt. Ja, maar probeer wel daar naartoe te rijden. Nou, dat geeft niet. Achterkant. Ja, en dan gewoon meteen. Ja, super. Kijk, dan rent hij ook niet meer zo weg, hè. Achterkant naar binnen houden. Houd hem gebogen op het been. Dat hij mooi voorwaarts blijft. Kijk uit, hè, dat hij net niet te veel terugkomt. Kijk, dat hij ietsje voorwaarts blijft daar in die trap. Iets naar voren probeert te houden. Ja, super, zo met die achterkant. Ja, dat is niet erg dat hij te veel doet. Heel goed, heel goed. Nog een keertje galopperen. Heel mooi daar. Super. Kijk eens aan. Af en toe een klein beetje buitenhand erbij. Maar ook weer lucht houden op de buitenhand. Ja, zo. En weer draven. Dat was een mooi galopje. Je verbetert wel, hè? Dat verbetert, absoluut. En het is zeker zo dat je nog bewuster wordt. Kijk, de controle over de tempo, dat is gewoon een super verandering. Dat is zoveel beter. Ja, maar nou moet je beter in het spoor gaan rijden. Ja, dus eigenlijk door hem de hele tijd tegen de travers aan te rijden. Ja, dan moet hij veel meer op zijn... Juist. Ja, daar. Netjes. Kijk, en als je die controle hebt, meteen weer probeert te spelen met de beweging. Dat je dus weer wat vaker naar voren kan rijden. Dat je dus hebt. Hij mag alleen maar voorwaarts lopen als de kwaliteit van de draf wordt verbeterd. Merk je dat hij loperig wordt, dan meteen weer terug laten komen. Maar elke keer proberen daar gas te gaan geven. Kijk, ja, mooi gedaan, mooi gedaan, mooi gedaan. Super, super. Kijk eens aan. En top gebogen. Een keer een lange zijde volgen. Heel goed, heel goed. Vind ik niet erg dat hij af en toe iets te ver naar binnen komt. Hij moet nou maar ook gaan leren en snappen dat hij ook twee achterbenen heeft waar hij ook meer gedragenheid moet komen. Ja, zo. Netjes. Nog een keertje galopperen. Heel mooi daar. Ja, niet verkeerd. Heel goed gedaan. En corrigeren van achteren. Juist, juist. Zo, ja, dat is niet verkeerd. Kijk eens aan, super mooi. En weer een mooie overgang. Ja, daar, netjes. Netjes. En weer een keer een stukje lange zijde. Voelt hij weer fijn aan op de lange zijde, dan weer op de korte zijde weer naar de galop. Ietsje voorwaarts houden. Ja, zo ja. Ja. Dus ga niet hem afremmen voor de galop, maar goed zo. Maar juist proberen voorwaarts te blijven rijden. Oh, dat is mooi. Netjes. Achterkant corrigeren. Houd de achterkant naar binnen. Ja, super gereden. En weer een mooie overgang. En dan iets meer op de buitenteugel zetten in die overgang. Ja. Even zo'n duidelijke ophouding maken, zo van dat hij bij je is, dat hij hier komt. Voorwaarts houden, voorwaarts houden, voorwaarts houden. Ja, goed gereden, goed gereden. Heel mooi. Kom niet in de verleiding daar om nog meer terug te willen rijden. Voelt heel lekker aan. Ja, maar en het is ook goed dat hij dat begint te doen, maar probeer in dat gevoel, hè, wat je daar krijgt, als er iets meer veer komt in de beweging, meer een veertje, laten we zeggen, dan daar proberen voorwaarts te rijden. Ja, dit. Kijk eens aan, kijk eens aan. En dan weer iets meer voelen dat je wat meer halve ophoudingjes kan maken, dat je hem kan terug, kijk, niet terug laten komen in het tempo, maar terug kan laten komen in zijn lijf, dat hij wat meer moet wachten.
En als hij dan, ja, zo ja, en als je merkt dat hij meer wacht, dan rij je weer naar de galop toe. Maar gebruik dat ook in de galop. Netjes. Dat is niet verkeerd. Zo ja. Zo ja. Kijk eens aan. En weer een overgang, weer terug naar de trap. Ja, daar. Goed gedaan, goed gedaan, goed gedaan. Denk een klein beetje aan de teugellengte. Ja, zo. Kijk. Ja, zo. Dat is mooi, dat is mooi. Dat, ja, super. Ja. En weer een mooie lange zijde. En dan weer voelen van, hè, voel maar die halve ophoudingjes. Voel maar dat je hem terug kan laten komen. Maar toch mooi naar voren kan blijven gaan met de hand. En iedere keer eventjes, juist, mooi die ophouding kan maken. En weer kan toestaan. En die ophouding en kan toestaan. En houd hem mooi in. Ja, zo ja, zo ja, zo ja. Super, super. En dan ontspannen en galopperen. Heel goed daar. Ja, netjes. Nog iets meer buitenkant hoor, om het durven erbij te houden bij het aanspringen. Goed. Juist. Kijk eens aan, mooi gereden. En daar weer terug naar de trap. Ja, 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 ja. Mooi, niet langzamer, niet langzamer. Want eigenlijk had hij meteen een goede draf hè, naar die galop. Dus hè, tuurlijk, je wilt hem bij je houden, maar zet hem niet op slot als je hem daarbij zet. Ja, goed zo die achterhand. Zo houden, zo houden, zo houden. Daar houden. Ja, dat deed niks. Goed zo. Zet hem maar daar heel goed in het spoor. Kijk eens aan, dat is mooi. Nou, dan wil ik nog een keertje weer een lange zijde wat meer vooruit draven. En dan als dat goed gaat, dan wil ik een keer mooi van hand veranderen over de diagonaal daarna. Juist. Heel netjes. En dan als je van hand verandert diagonaal, houd hem een klein beetje met de kont naar links. Ja, een klein beetje. Hij doet te veel. Hij denkt, hey, ik mag met mijn kont naar links lopen. Dat ken ik, dat is appiëren. Heet niks. Nou, daar weer. Buig om het been. Krijg de lengtebuiging weer terug om je binnenbeen. Zet. Ja, goed zo. Goed zo. Daar houden. En voorzichtig. Goed gereden. Daar weer naar voren. Daar weer naar voren. Oh, voorzichtig. Ja. Juist. Het is niet erg als het iets te veel is. Dan merk je vanzelf wel na een paar dagen dat beter gaat. Dat hij daar vanuit veel rechter gaat lopen. Ja, durf echt met de achterhanden binnen te rijden op die, in die wending. Dus wat hij bijvoorbeeld, hè, toen hij met de diagonaal deed niet te veel, ja, uit zijn eigen. Nou, probeer nou eens een keer op die lijn, op die volte, in het midden, hem letterlijk met die achterhanden binnen te houden. Ja zo, ja zo, ja zo, ja daar, ja daar. Kijk eens aan. Ja, dat is niet erg. Heel goed. Heel goed. Super. En hij wil zo graag naar links. Ja. Oh, hij wil graag die kont naar links gooien. Juist. Goed gedaan, goed gedaan, goed gedaan. Goed gedaan. Netjes, dat is al beter. Nog één keer. Heel geleidelijk aan, probeer ook weer voorwaarts te kunnen draven. Houd hem in die buiging. Hij moet dat leren, hij moet daar zo, ja. Houd die buiging. Ja, super, 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 super. En dan mooi galopperen, heel goed. Goed zo. Oh, moet hij net mesten. En dat is natuurlijk weer heel moeilijk, galopperen en mesten.
Zo ja, pak hem weer terug. Juist. En dan goed gedaan, meteen die overdreven die buiging erin zetten. Gewoon meteen dat hij dat, hè, perfect, perfect. Hou de kont er binnen, hou die achteraan er binnen, achteraan er binnen. Achter, ja, zo ja, top, 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 top. Heel mooi daar. Netjes. Kijk, kijk, kijk. Ietsje voorwaarts erin, ietsje voorwaarts erin, dat hij niet te veel terugkomt in de draf. Proberen, zo ja, geleidelijk aan iets meer vooruit te kunnen draven. Ja, zo. Rijd er maar voorzichtig meer naar voren. Heel goed. Heel goed. En als hij dat ook weer aan kan, hè, dat voorwaartse, weer naar de galop toe rijden. Zo ja. Ja, niet verkeerd. Heel braaf. Iets meer buitenteugel. Ja, dus probeer niet te veel alleen op de binnenteugel te zetten, maar ook voelen dat je op je linkerteugel reageert. Ja, zo ja. Ja, braaf. Ja, braaf. Goed gedaan. En weer een overgang weer naar de trap. Netjes, netjes. Denk aan de teugellengte. Weer toch weer ietsje korter te krijgen. Mooi gereden, mooi gereden. Zo houden, gewoon zo houden. Super. Dat is mooie training voor hem. Nee, linker teugel buitenbeen. Ja. Ja. Of niet schuin, niet te schuin, maar net. Ja, perfect. Dit, dit, dit. Ja, zo ja. Ja, geeft niks. Heel goed. Dus het is ook af en toe de ruimte geven aan de voorkant. Af en toe dat je aan de voorkant toch weer wat lichter kan zijn, wat luchtiger kan, lucht erin kan houden. Mooie buiging. Kijk eens aan. Ja, dat. Dat je af en toe voelt van ik kan daartoe staan. Ja, mooi gedaan. Heel mooi. Laat hem straks een keer van de hoefslag af wijken. Dan doe je gewoon 5 meter van de hoefslag af. Dus niet naar de hoefslag toe, maar gewoon naar het midden, 5 meter wijken en weer recht vooruit. Ja, netjes. Nu al recht vooruit. Daar. En dan voel je, dan heb je de slinger erin. Geeft niks. Gewoon, hè. Dan straks nog een keer. En dan moet je proberen niet te veel te laten buigen bij het wijken. Om durf hem echt met een keer echt recht te houden. Kaars recht te houden. Ja, zo. Ja, zo. Netjes. En recht vooruit. Maar dan, ja, goed zo. Maar hou wel je buitenbeen op de plek. Want als je die maar even ervan weg doet, ja, dan gaat hij meteen alweer met zijn kont naar links. Dat hij daar, ja, goed zo. Goed zo. Goed zo. Ja, perfect. Zo, ja. Juist. Juist. Daar, ja. Dus gewoon vanuit het wijken moet je gewoon denken dat je meteen alweer ietsje traver gaat rijden. Dus dan moet eerst, dan mag hij wat meer op de linkerkant komen, dan mag hij mooi opzij lopen. Nou, denk maar traver, denk traver, denk traver. Ja, perfect, geeft niks. Kijk, dan swingt hij wel een keer naar binnen met die kont. Maar niet meer wat hij net deed, dat hij weer naar buiten wil vallen met die kont. En die achterhand die moet nog meer in het spoor gaan komen. Goed zo. Goed zo. Heel mooi. Dat is het. Super. Mooi van hand veranderen. Kijk, dan wordt de draf nog beter. Dan komt er nog meer een veertje erin. Juist. Ja, goed gedaan. Als je voelt dat je meer gas kan geven, gewoon meteen dat proberen. Doen we het op deze hand ook een keer. Mooi laten wijken van de hoefslag af. Ja, goed gedaan, goed gedaan, goed gedaan. Zo, ja. Dus eigenlijk voordat je hem laat wijken, moet je hem iets meer op je buitenteugel laten nageven.
Dat is eigenlijk, hè, dat je hem even op de buitenhand even de ophouding maakt, dat hij weet dat het wijken eraan komt, dat hij de schouder, zo ja, de schouder hem ook mooi meeneemt. Kijk eens aan. Juist, juist. Dat is netjes. Heel goed. Kijk maar of je hem nog iets meer kan buigen naar rechts als tijdens het wijken. Dus nog niet te veel in het begin, maar als je opzij gaat, dan wat meer naar rechts buigen. Rechts buigen, naar rechts buigen, naar rechts buigen, naar rechts buigen. Ja, dat geeft niks. Goed zo, goed zo, goed zo. Keurig. Je voelt natuurlijk, hoe meer buiging je vraagt, hoe meer die met zijn kont naar links moet gaan. Dus het is gewoon weer, dat linkerbeen, dat moet eigenlijk ter alle tijden altijd naar achteren blijven. Dus zelfs als jij daar aan het wijken bent, ja, 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 goed zo, goed zo. Het is niet dat je veel moet drijven met je linkerbeen, maar die positie van dat been moet altijd naar achter de singel blijven. Dan hou je hem ook veel beter op de plek. En dan krijg je ook een veel mooiere zij. Ja, dat is goed, dat is goed. Keurig. Heel netjes. En dan voel je, hè, dan heeft hij moeite. Dan heeft hij zoiets van, oh, nou kan ik niet meer naar binnen of naar buiten vallen. Nou moet ik ook echt mijn passen afmaken in een zijgang. Kijk eens aan, kijk eens aan, kijk eens aan. Buitenbeen moet terughouden. Daar ja. Netjes, netjes. Heel goed, super mooi gereden. Nou, weer een keer wat meer vooruit proberen te rijden. Oh, het begin was heel goed. De reactie was heel goed, want hij ging niet hardlopen. Hij kwam gewoon meer van de grond. Dus eigenlijk zoals je hem vooruit reed, opvangen, maar toch vooruit proberen te houden. Dus niet toestaan en dan maar laten lopen. Nee, probeer het op te vangen. Denk maar dat hij nog meer terug mag blijven in zijn lijf. He, door ophoudingjes te maken en elke keer een pasje meer vooruit. En terug. En pasje meer vooruit. En terug. En pasje meer vooruit. Dat hij, juist. Juist. Ja, daar. Geeft niks. Dat is even te veel been. Oké, kan gebeuren. Kijk, oeh, dat is mooi. Ja, daar. Heel goed, heel goed. Stukken beter daar. Mooi gereden. En een diagonaal op, van hand veranderen. Kijk eens aan. En naar de stap laten komen. En keurig. Heel goed dat je je buitenbeen op de plek houdt. Dus het...